In deze uitzending vragen we aandacht voor handbalvereniging Kwik uit Raalte, die dit jaar haar 50-jarig bestaan viert. We gaan even terug in de tijd. In 1965 werd Kwik opgericht, maar daarvoor was er toch ook al sprake van handbal in clubverband. Dat was het zeker. Als ik goed ben geïnformeerd, vanaf 1948 wordt er al gehandbald in Raalte. Toen nog onder de naam bij Roda. Dus het is eindelijk voortgekomen uit Roda dat er een damesclub, althans een aantal dames, die zeiden, god, laten we eens gaan handballen. Totdat op het moment dat dat 12,5 jaar bestond, zo praat je 1980 zo'n beetje. En toen zeiden de heren van die dames, god, wij willen eigenlijk ook wel eens een keertje gaan handballen. En daar is eigenlijk het herenhandbal ook bij Roda uit voortgekomen. Het rare was, vanuit Roda bestuur, het was natuurlijk een voetbalvereniging en handbal, ja, dat bijt elkaar natuurlijk een beetje. En bij het bestuur bestond toch een beetje de angst van, nou, als dat handbal nou zo gaat groeien, gaat het ten koste van onze voetballers. Dus het bestuur van de handbal, afdeling handbal, zoals het toen heette, kreeg als opdracht mee, handbal mag, maar slechts met één herenteam en één jongensteam. En dat heeft eigenlijk toegeleid dat uiteindelijk de keuze is gemaakt in 1965. We hebben ons afgesplitst van Roda en zijn toen een zelfstandige handbalvereniging begonnen. En toen werd als naam gekozen Kwik. En die afkorting die heeft toch betekenis, hè? Kwik staan. Ja, het woord zelf is natuurlijk ook al Kwik. Ja, Kwik is snelheid, maar het woord betekent eigenlijk kunnen winnen is een kunst. Anno 2015. Hoe staat de vereniging er nu voor? De vereniging staat er heel goed zelfs voor, met een meer dan 400 leden, 29 teams, enorme aanwas van jeugd. Ja, en wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, is het gezegd. Maar dat geldt natuurlijk met name voor Kwik. Maar dat is natuurlijk hartstikke mooi. Het leuke is, als je in een jubileumcommissie zit, dan duik je in de annalen. En dan kom je eigenlijk hetzelfde tegen waar we ook nu mee leven. Tekort aan scheidsrechters, financiën, vrijwilligers. Dus wat dat betreft, in een halve eeuw is er heel weinig veranderd. Topsport en recreatiesport, zoals jullie dat hebben bij Kwik. Gaat dat goed samen? Ja, dat gaat eigenlijk prima samen. Eigenlijk gaat het al decennia samen, hè? Dus eigenlijk al 50 jaar. Het is wel zo dat, zeg maar, de topsportontwikkeling vanaf de jaren 90 bij de dames echt is ingezet. Dus eigenlijk doen we het al 25 jaar, die combinatie. Dus dat gaat eigenlijk wel prima. En dat damesteam zit nu in de Eredivisie. Hè? Wat voor impact heeft dat? Nou ja, goed, dat was ook een grote wens van ons, hè. Ik ben zelf, dit is mijn vierde seizoen, dus ruim 4 jaar terug ben ik aangetreden als voorzitter. Toen zaten we in de eerste divisie en toen hebben we toch ook wel weer gezegd dat dat toch wel de ambitie moet zijn om weer terug te keren naar de Eredivisie. Past ook bij de vereniging Kwik, we zijn een grote club en ja, dan hoor je eigenlijk op dat allerhoogste niveau te spelen. En ik denk dat dat ook wel weer fijn is om op dat niveau te spelen. En ja, nu is de doelstelling om ons ook te handhaven en van daaruit verder te gaan stabiliseren. Elk team is belangrijk, maar als je dames 1 in de Eredivisie spelen, ja, dat is toch wel het paradepaardje van de club. Ik denk wel dat het een paradepaadje is van de club. Maar ik denk ook dat uiteraard sponsoren en toeschouwers afkomen op dames 1 en op het niveau wat je speelt. Hè, maar je hebt dat paradepaadje alleen maar door je eigen jeugdopleiding om daar te komen. Dus je hebt alle teams die eronder zitten in je jeugd, maar ook in je breedte sport, denk ik, heel hard nodig om zo groot te kunnen zijn als wij nu zijn. Hoe is het met, zoals die dames, hebben die een gewone baan? Of studie, of doen ze allemaal daarnaast? Ja, dat is denk ik ook het grote verschil met de voetbal. Het geld wat erin omgaat. De speelsters die wij hebben in Dames 1 en in de selectie, die doen gewoon een studie ernaast. Of die werken ernaast, krijgen er ook niet voor betaald. Dus ik denk dat dat het grote verschil is. En daarnaast denk ik ook, de pers heeft er natuurlijk de aandacht voor de voetbal.
En daardoor veel minder aandacht over voor de andere sporten, waaronder handbal. En de toeschouwers, zit Teheran vol bij een thuiswedstrijd? Ik denk dat Teheran steeds voller wordt. Je kan merken van, dat het heel erg afhankelijk is van wat voor wedstrijd je speelt. Hè. Speel je tegen Dalsen, dan zit hij natuurlijk helemaal overvol. Speel je tegen Geleen, zal het iets minder. Dat heeft ook te maken met de supporters van de verenigingen die meegaan. Maar van ons eigen publiek, daar zit hij eigenlijk altijd al heel erg mooi vol. Welke kwaliteiten moet een speler hebben om in de Eredivisie te spelen? Ja, je moet meerdere kwaliteiten hebben. Je moet technisch en tactisch goed zijn. Maar ik denk dat je ook mentaal heel erg sterk moet zijn. Fysiek heel erg sterk moet zijn om in de Eredivisie mee te kunnen. Dat je hebt nu in de afgelopen wedstrijden gemerkt dat toch het verschil tussen de Eredivisie en de Eerste Divisie op die vlakken gewoon heel erg groot is. Het is steviger, het gaat er harder aan toe. De mentale weerbaarheid, daar wordt nog wel wat van gevraagd. Helemaal op het moment dat het natuurlijk wat minder gaat. Dus dat heb je denk ik in de Eredivisie veel meer nodig dan in de Eerste Divisie. Tot slot, blijft Klink Nederland Kwiek dit jaar in de Eredivisie? We gaan er sowieso alles aan doen. En ik denk ook gezien hoe wij vooruitgang boeken op dit moment in de voorbereiding en in de eerste competitiewedstrijden, denk ik dat het team heel snel leert. Dat is het mooie eraan. En dat dat ook de reden is waarom wij in de Eredivisie blijven. Als ik het dacht, hè? Ja, zo. Ja, oké. Jij bent speler van het eerste damesteam. Dat betekent dat je nu ook in de Eredivisie speelt. Ja. Hoe bevalt dat? Ja, tot nu toe goed. We hebben nu 3 wedstrijden achter de rug. Eén daarvan hebben we gewonnen. En ja, het verschil met vorig jaar is natuurlijk wat groter. Maar het is wel leuk. Hoe vaak is die training per week? 5 tot 6 keer in de week trainen we. Zowel zaaltraining als krachttraining in de sportschool. En Kwiek die blijft dit jaar in de Eredivisie? Zeker, ja. Ja? Ja, ben ik van overtuigd. Ja, maar 1 bord van. Ja. Je leert veel dingen en zoals een sprongschot en een nulpas. En ja, je kan er hele leuke dingen doen, zoals ook in het doel. Vind je allemaal mooi? Ja. Ja. Ja dan? Nou, gewoon de wedstrijden spelen vind ik ook heel leuk. Ja, je moet toch ook trainen? Ja, dat is ook leuk. Of training vind je ook leuk? Ja. Ja. En gaan jullie wel eens kijken bij Dames 1? Ja, ja heel ja? vaak. Bijna elke keer als ze thuis gaan. Kun je ze dan flink aanmoedigen? Ja. Ja? Dat vind ik leuk om naar te kijken. Ja. Ja. Dan leer je ook heel veel dingen. Ja, leer heel veel dingen. Ja. En wat denk je dan? Ik hoop dat ik later ook bij dames in kom. Ja. En wat denk je? Flink trainen? Zit er misschien wel in, of niet? Jawel. Ja. Ja.